Ik heb niet vaak iemand zich zo hard uit elkaar zien trekken als jij op die fiets in ons sportlab. Ja. De gegevens die lieten zien dat jij dood was eigenlijk, hè? die andere ja. je op was uh, tank was. Ja, technisch was je dood. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren-podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik middle man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer je anaerobe tank inzetten. Hoe doe je dat? Zonder de aanvoer van genoeg energie hou je een inspanning niet lang vol. Maar als het heuvel opgaat of als je mee wil met een demarrage, gaat de verbrandingsmotor in je lichaam snel haperen. Op dat moment komt de Elmeropen tank goed van pas. Hoe zorg je ervoor dat die goed gevuld is en niet te snel leeg gaat? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Gerrit. Goedemorgen! Goedemorgen! Dat is een goede vrijdag, hè? Ja, het is een goede vrijdag. Dit. Het is, een ja, goede vrijdag, ja. Ja. Het is uh, 7 april op het moment dat deze aflevering voor het eerst te beluisteren is. Het kan zijn dat mensen dit later terugluisteren, maar uh, Spaasweekend in het ja. jaar 2023. En dan ga je er zoeken. Zeker. Ja? Ja. Doen jullie dat altijd, ja? Ja, om die anaerobe kinderen te Ja, kinderen zijn tevorderen. oud, deels uit huis. Zit jij nog eitjes te verstoppen? Uh, nee, uh, Gerrit, kom op. Uh, maar ik ga het wel eten, ja. Dat, uh, ja ik eieren, het is he? meer dat mijn vrouw ze verstopt voor mij. En dat ik dan. Uh, oh, dan ja, dan in de keuken en zo. Uh, Klinkt spannend. Ja. Maar het is helaas geen aflevering over eiwitten. Er kwam toch nog wel een leuke vraag binnen. Uh, naar aanleiding van de aflevering 130 met Cas ja, Voeks. Waar ja. we het hadden over het Rocky-experiment. Over ja. rauwe eieren eten versus gekookte eieren eten. Toen stelde iemand de vraag. Ja, ik denk wel heel terecht. Maar ik denk ja. Is er ook onderzocht of gebakken eieren... of dat dan nog een verschil oh, maakt? Oh, is sterk, ja. Ja, weten we niet, hè? Nee, Moeten meneer. we nog uh, vragen aan Cas? Even doorgeven aan Cas, inderdaad. Ja. ja. Nee, we, zo lunchen. we gaan zo lunchen, roept Sander. En dan gaan we eieren bakken ja. kunnen testen. Nee, we gaan het vandaag weer eens ouderwets hebben... over de andere robot Tank. En ik zeg ouderwets... omdat die natuurlijk al best wel vaak... Uh, ter sprake is gekomen in aflevering 38... toen we het hadden over het vermogensprofiel... van wielrenners ja. in aflevering 15. Over die spanning tussen... Uithoudingsvermogen en explosiviteit. Ja. Dan heb je het vaak over de anaerobe of de aerobe tank. Uh, Guido noemt het natuurlijk de passende ompas en ook in aflevering 127, waar we het uh, wat recenter specifiek hadden over intervaltraining, ging het natuurlijk heel vaak over die uh, anaerobe, ja. anaerobe tank. Ja. Ja. maar er zijn twee leuke nieuwe innovaties. En onze podcast gaat natuurlijk over sportonderzoek en innovatie, een app en voeding. Ja. En dat is volgens mij genoeg aanleiding om het vandaag maar eens te over die andere denken. Ja, nee, ik vind. Het ik vind uh, ja, het is natuurlijk ergens een. Uh, ja, wat is het precies, hè? Kijk, uh, je In het vaak... is het volgens mij niks, toch? Nee. Er het gewoon... zit niet fysiek ergens nee, een nee, ruimte dus... of een opslag in je lichaam. Nee, uh, maar mensen krijgen dat idee soms wel. Ja, ja. ja kijk, uh, ook wetenschappers, coaches, trainers, iedereen is. Uh, uh, wil natuurlijk de, die complexiteit van het uh, menselijk lichaam vaak een beetje uh, versimpelen, versimpelen en uh, vatten in een, in een model. Ja. En waarbij je dan, uh, je hoort altijd, uh, wielrenners hebben een grote motor. Hè? Je moet ja. een grote motor hebben om in de tour mee te fietsen. En dan uh, denk je, oké, okay, wat, wat wordt daar dan meteen uh, precies mee bedoeld? En uh, maar wat eigenlijk is? Uh, en daar, iedereen kent denk ik de verbrandingsmotor van als je genoeg Zuurstof hebt, ja. dus je zuurstofopname en dan gekoppeld misschien aan je maximale zuurstofopname, efficiëntie. In principe ga jij voor lang een marathon, een lange uh, rit op de fiets, ja, dan, uh, dan haal jij bijna al je energie uit de verbranding van suikers en vet. Ja. En daar is zuurstof voor nodig. Met zuurstof, ja. ja, precies. En Want Guido heeft het ook altijd over de twee energiesystemen: ja. en, en dit, dit is een aerobe systeem met genoeg zuurstof in de buurt. Ja, nou, en dan, uh, dan wordt eigenlijk vet gezien als een soort uh, diesel, ja, uh, en suiker dan, als uh, benzine, suiker als benzine. Nou, uh, en dan is er nog een energiesysteem. Ja, en, uh, en het voordeel hiervan is: je kan uh, van dus van de je kan er heel lang mee gaan. Het nadeel. Als je even moet aanzetten, uh, ja, dat, dat trekt hij niet. Omdat nee. daarvoor de aanvoer van zuurstof te kort Is niet, niet snel genoeg. Nee. Dat is eigenlijk... Nou, we weten dat het allemaal iets uh, moeilijker ligt. Jawel, maar dan ga ik ook verwijzen naar bijvoorbeeld gebeuren, de lactaat aflevering. Uh, ja. Zijn we zo diep ja. onder de motorkap, dus, dus of het is we mogen bekend veronderstellen. De mitochondriën kunnen eigenlijk op dat moment hebben moeite om hun lactaat uh, te verbranden, weg te werken, weg te sluizen naar andere organen. Nou ja. Ja. Het gaat er dus om voor die, uh, als je even wil aanzetten, heuvel op, uh, sprintje, et cetera. Nou, dan ga je praten over de anaerobe tank. Ja. Dat is eigenlijk uh, de, 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 ja, twee energiesystemen waarbij de ene is het hele korte creatine fosfaat. Uh, en dat is echt voor de sprint, voor 10 seconden. Ja. Een klein voorraadje energie zit dan gewoon al in spieren. Die andere die je vaak, nou ja, pak een beet, 1 twee minuten... Kan volhouden afhankelijk van hoe groot je De anaerobotank. anaerobotank is. tank getraind is. Ja, ja dat is eigenlijk. Uh, daar heb je ook glucose voor nodig. Maar dat gaat dan uiteindelijk zonder zuurstof uh, wordt dat verbrand richting in ieder geval, nou ja, lactaat. En die lactaat wordt verder niet verwerkt, waardoor dat gepaard gaat met een. Een stijging van je lactaatspiegels. Ja. Dus een teken uiteindelijk van: hey uh, even opletten, want het gaat gepaard met vermoeidheid. Ja. Je spreekt dus uh, spiervezels aan die meer explosief zijn, ja. die meer kracht kunnen leveren, logisch. Alleen ja, het, het nadeel van, van deze spiervezels is dat zij dit niet heel lang kunnen volhouden. Nee. Dus ik zie altijd dat de verbrandingsmotor... of de motor van een mens eigenlijk het is gewoon ook een hybride motor. Zoals je tegenwoordig al vaak auto's tegenkomt. Waarbij je af en toe even uit die, uh, die extra batterij, die, die accu kunt tappen, de aanhopen ja. tank in dit geval. Maar. Uh, die snel die, leeg. Die snel leeg. En die, moet, die kun je dan weer aanvullen door wat rustig te maken Dat is dan weer mooi, he? die vult zich ook ja. weer aan. Ook ja. tijdens inspanning alweer kan daar weer wat nieuws in komen. Maar dan moet jij wel rustig eigenlijk, uh, want het kost ook weer energie of uh, zuurstof om hem aan te vullen. Ja. Uh, en, en eigenlijk, uh, ja, dus als je dan rustig aandoet, kan die energie uh, ook gebruikt worden weer voor het aanvullen. En dan ga je van, wat gebeurt er dan? Ja, wat is het aan Ik vind het fysiologisch nog lastig te bevatten. Want uh, ja, waarom raken spiervezels vermoeid? Ja, uh, deels omdat er van alles gebeurt met, met ionen mm -hmm. die, weg, uh, ja, die blijven hangen onvoldoende. Steeds worden uh, weggewerkt, weggesluist, dus kanalen en, en ionenpompen die vermoeid raken, en misschien met enzymen die uh, te schieten. Ja, je weet het niet precies, hangt ook, vermoeidheid is natuurlijk een ontzettend breed begrip, hè? Zit het op lokaal niveau, zit het in de spier of niet? Dus dit gaat eigenlijk, denk ik, echt om het biochemische in spieren, waardoor die, uh, van die, die snelle spiervezels, waardoor die even denken van, ja, dit hou we twee minuten vol, dan kunnen we nog wel kracht genereren, maar niet langer dan dat. Nee. Uh, en dat gaat dan gepaard ook met vermoeidheid. Het signaal van het lichaam, jongens, rustig aan doen. Want als we die uh, anaerobotank nog meer willen gebruiken, als we, nou, dan, dan moeten het we top. hem weer even aanvullen. Dan stopt het ermee. En dan zijn er dus twee innovaties, ik zei het al. Eentje op het gebied van voeding. En eentje op het gebied ja. met een app. En die app is dan weer gebaseerd ja. op een nieuw wetenschappelijk model. Ja. Daar wil ik zo meer over horen. Zullen we eerst even over de voeding praten? Want ik vond dat, ja, dat uh, toch wel leuk. Ja. Ik ga weer even zeggen: het is niet gesponsord. Aan de andere kant, we zijn wel uitgenodigd voor een evenement, dus we zijn wel gematst. En ik heb ook een gratis poefverpakking gekregen. Ah, kijk. Van, ja, nou, dus hoe gesponsord is het De verpakking is al mooi, hè? Ja, het is, het is een beetje vol. Denk... het is enorm high-end. Ja. Voor de luisteraars, ik heb hier in mijn handen een grote, langwerpige, zwarte doos... met daarop het Morton b System 22. Wat ik heel leuk vond, tenminste ja, vond ik tof. Wij waren dus uitgenodigd voor dat persevenement in december al. Wij hebben in uh, begin uh, maart, eind februari die aflevering over lactaat gemaakt. En voor de goede verstaander hoorden ons al mm -hmm. over deze innovatie spreken... En een week later kwam het persbericht uit en uh, schreef onder andere Alex Hutchinson ja. een mooi artikel erover. Dat kregen wij natuurlijk allemaal doorgestuurd. Ja. Dus ik dacht, ja luister dan, maar had het hier ja, vorige ja. week al over. Ja. Maar toen hebben we niet gezegd dat het Martin was, want dat vond ik uh, wel zo zuiver, want het was nog niet bekend. Nu wel, en ik heb ook een, uh, een proefpakket. En we hebben dat toen al een beetje uitgelegd. Hè. Het is een, uh, een drie componenten systeem, ABC, <laughs> waarbij A... Is het potje, oftewel uh, een, uh, een mooi uh, uh, potje waarin een uh, hoeveelheid op aangeeft staat. Daar moet je uh, water in doen. Als je dat water erin gedaan hebt, dan stop je er dit zakje bij. Dat is B, de hydrogel. Ja. En dat is natuurlijk in feite waar het over gaat. Met het verpakkingsmateriaal waar Morten zo is uh, van Ja, wat ze ook met hun worden. gels doen, ja. uh, wat ze ook met hun drink doen. Daar gebruiken ze nu ook bij dit ja. systeem. Dat hebben ze nodig, want ze willen weer voorbij die maag komen. Ja. Waarom? Dat gaat door onderdeel C. Je hoort het misschien al. Het zijn kleine microkorreltjes van eigenlijk een heel bekend stofje. Daar hebben wij ook al wel eens ja. een aflevering over gemaakt. Bakzoda. Bakzoda. Bicarbonaatkorrels. Bicarbonaat, ja. 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 En toen hebben wij ook hier dat zitten drinken en uh, zitten boeren. Want als je dit ja. nu neemt, is uh, aangetoond in de topsport dat dit helpt voor met name anaerobe inspanningen. Ja. Want het uh, buffert H+. H+. Nou, Plus. Nou, nogmaals ja. gaan luisteren je ja. luisteren naar een Ja. En nu heeft Martin dus bedacht, wacht even, als we nou die korreltjes bicarbonaat in die hydrogel van ons stoppen, dan kunnen we dat langs je maag in je darmen krijgen. Ja. Kun je dus toch uh, dat uh, bicarbonaat gaan eten. Waarschuwing, dit moet je niet zomaar eten. Dit, ik heb mijn gewicht op moeten geven, zodat ik een dosering heb die past binnen mijn uh, hoeveelheid per lichaamsgewicht. Ja. En vervolgens, wat uh, ze wel in hun eigen experimenten aan weten te tonen, zijn twee interessante dingen. In onze aflevering over bicarbonaat hadden we het erover dat het, het snel weer wordt uh, gelijk getrokken. Hè? Dus je kan dat niveau uh, omhoog brengen. En mm -hmm. dan zeg, uh, vertel jij in die aflevering ook, ja, het lichaam brengt dat ja. weer naar homeostase, naar de neutrale staat. Hier laten ze eigenlijk zien dat dit uren ja. verhoogd blijft in je lichaam. Ja. En dus dat je, uh, want dat was toen een van de problemen, wanneer moet je dit nou timen? Je kan dit gewoon ja. ruim een aantal uren voor een wedstrijd innemen. En dan zit ook tijdens de race nog uh, dat verhoogde. Ja, ik, uh, ik weet nog, nog niet precies hoe dat werkt. Is het omdat dit gewoon langere tijd zeg maar ook in je darmen blijft, waardoor je daar je depot hebt liggen zeg maar? Dat weet ik ook nee, niet. Nee, want dat, dat zou je, ook, je bijna. Mij heb ik dat gevraagd. Dat, dat zou je bijna vent, denken op die manier. Ja. ja, weten ze nog niet? Zo want goed. in het bloed zelf dan, dan gaan natuurlijk allerlei systemen aan de haal om, om te zeggen, hé, hey, maar die biocarbonaat. Dan ga je dan in principe, ja, wordt weer omgezet naar CO2 en dat ga je dan uh, weer afblazen. Ja. ja, dus dat is een innovatie. En ja. anderzijds, wat zij tegenkwamen, dus je, je, het lang, blijft lang verhoogd. En, wat, en dan zijn we terug bij deze aflevering. Daardoor is het ook niet alleen maar interessant voor sporters op de 1500 meter. Mm -hmm. Want juist ja. ook in een marathon of in Zis. een race of in een wielerkoers, heb je regelmatig wel even inspanningen ja. waar je hapt uit de andere optiek. uit, de die, uit die tank, ja. Um, ik heb ermee getest bij ja. de CPC. Okay. Ik heb mijn ervaringen uh, gedeeld op Strava. Uh, nou, uh, ging oké. Okay. Ja. Ik ga het uh, daardoor ook, denk ik wel, volgende week in ja. Rotterdam uh, ook toepassen. Ja, ja. ja laat maar proberen. Ja, uh, nee, zeker. Uh, uit de eerdere niet. lessen doe geen experimenten. Ik ben blij dat er vier uh, porties in het pakketje zitten. Dus ik heb ja. het al even kunnen proberen in de training. Ja. En tot nu toe geen aanleiding om het niet te doen. Ja. Oké, okay, nou, dat, uh, ik ben benieuwd. Van, ik ja. vind het, het pakket is mooi, ik uh, kan ja, niet anders nou, zeggen. Dat mag dat, ook wel voor die prijs. Uh, he? ja. Het is ja. uh, een wat premium is de, product. Wat is de prijs? Uh, of? Ja. Ik durf het, nee. volgens mij, wat ik uit mijn ooghoeken zag... op een website, een aanbieding van 37 euro of zo. Ja. Uh, maar ik moet er meteen bij zeggen... ik weet niet zeker of dat deze portie ja. is met vier porties... maar anders zou het bijna een ja. tientje per portie zijn. Aan de andere kant, je hebt er dus ook maar één serving per race nodig, ja. alleen je ja. moet natuurlijk wel metenen, ja. ja. want anders uh, ga je ja. experimenteren. Nee, en nou goed, ik, ben, ik wacht gewoon de studies af die uiteindelijk gepubliceerd gaan worden in de, de literatuur die, ja. uh, die ik ook kan lezen. Maar dit is wel tof, hè? want en, Martin uh, is zelf ook erg veel bezig ja. met eigen studies. Ja, ja, tuurlijk, moeten we kritisch op ja. zijn, want ze testen hun eigen product, maar uh, Jumbo-Visma laatst ja. in het uh, stuk van Hutchinson ja. is er ook mee bezig. Ja. De roeibond Pardon. is er uitgebreid mee bezig. Ze dus zijn nu toch wel Zeer veel sporters die dat verhalen, doen. positieve verhalen, ja. Ja. Dat je, ja, dus misschien zijn ze zeker wat op het spoor. En, Ik ken een, uh, ja. een vriend van de show. die ook verschrikkelijk hard loopt. tegen Elite aan. En die zei. maar dan zijn we gewoon even op het onderwerp ja. bicarbonaat. die gooide het in zijn pannenkoeken. Ah, dus die bakt die pannenkoeken manier, uh, voor de ah, wedstrijd ja. en die eet ochtends pannenkoeken waar bicarbonaat in zit. Grappig. En hij zei, op die manier krijg ik ja. ook geen last van mijn darmen. Ah, dus hij verwerkt op die manier. Heeft ja, hij zijn dus hij eigen... eet het niet puur, ja. maar uh, door de pannenkoeken die hij bakt uh, oh. krijgt hij ook bicarbonaat binnen. Grappig. Ja, kan ja. natuurlijk ook. Om maar even, ja. sorry vrienden van Martin, ja. maar aan te geven dat er ook andere manieren zijn om die ja. stof in te nemen. Ja. Oké, okay, terug naar dat de... Was, uh, ja. De ene innovatie. De volgende innovatie is de SuperCycle app. Ja. Die hebben wij getest in ons uh, slimme passeren sportlab. Daar gaan we je zo laten zien en horen. Ja. Maar voordat we dat doen, wat is de achtergrond van dat model? Ja, want je komt er ook in de wetenschap gewoon tegen van... Uh, je hebt die, uh, die relatie van uh, volhoudtijd op de x-as, horizontale as. En het vermogen wat je kan leveren. Ja. Nou, bij een hele korte sprint, een paar seconden... Nou, echte uh, topsprinters halen dan uh, 2000 uh, watt. Wat? Ja, wat? <laughs> en dan, uh, ja, als je dan een minuut moet sprinten, ja, dan wordt het alweer minder. Ga je misschien richting de 1300, uh, twee minuten. Nou, dan zakt dat zo af. En dat is een relatie, een hyperbol, heet dat dan? Uh, die uiteindelijk afvlakt naar ja. een uh, bijna horizontale lijn. En wij, ja, dus het wat een soort vermogen is het wat je theoretisch on, zien oneindig ja dus houden. het is eigenlijk uh, en op de horizontale als een asymptoot ja en op de eigenlijk de verticale als ook ja en eigenlijk uh, nou ja ik heb dat toen in die aflevering over het power profile heb ik zelf wat data verzameld ja je moet gewoon een paar inspanningen verrichten ja, ofwel in een, in een test uh, en, en dan maximaal gaan gedurende tijdsperiodes. Nou, dan kun je voor iedereen voor zichzelf die, die curve genereren. Um, maar tegenwoordig gebeurt het ook vaak gewoon in de koers. Dan gaan ze gewoon kijken per, uh, ja, uh, voor korte invallen kun je vaak zien... Van uh, nou, wordt als er maximaal wordt gegaan, nou, dan plot je dat steeds in het model mee. Waardoor je het model kan laten aanpassen, eigenlijk aan hoe trainingen en hoe wedstrijden gaan. En als jij bijvoorbeeld een, een tijdrit hebt of een uh, berg opgaat, gaat, dan zit jij vaak op uh, ja, richting jouw functionele threshold power FTP. Wat dan in dit model wordt gezegd van nou dit uiteindelijk ja dat, dat raakt eraan is dat het kritische vermogen ja en het kritische vermogen is eigenlijk het vermogen wat jij nou langere tijd een uur misschien wel oneindig kan volhouden ja en afgaande van het model uiteindelijk gezet zolang jij onder CP blijft kritisch vermogen dan uh, ja kun je sla dan uh, uh, dan roer jij jouw uh, anaerobe tank nog niet aan zeg maar dan, okay. Kun je het puur afdoen met jouw aerobe verbrandingsmotor? Ja. Alleen dan merk je als jij boven die CP gaat zitten, dan is dat prima, maar uh, hou rekening mee, dan neem je dus een hapje uit die anaerobe tank. Ja. Nou, en uh, ze kunnen eigenlijk, uh, je kan aan de hand van uh, hoe precies die lijn loopt, ja. hebben ze het over de, de W uh, met een, een kommetje, de W prime. Ja. En dat is eigenlijk de afgeleide dan van het vermogen. Dan kunnen ze berekenen, heel simpel, hoeveel kilojoule. Want ja, watt is uh, natuurlijk ja, joule per seconde. Hè. Energie, ja. Hoeveel kilojoule jij in je aerobetank hebt. En, okay. en dan kun je eigenlijk op die manier heel simpel zeggen. Oké, okay, stel, ik heb uh, een, een CP van 300 en ik ga nu. Een minuutje 400 watt trappen. Nou, dan betekent dat... a ah, dan zit jij 100 watt boven jouw kritisch vermogen. Ja. Nou, dan hou je dan 60 seconden vol. Ja. En dus 100 keer uh, 60 is dan... Uh, nou, dan uh, 60 seconden lang is 6.000. Is 6.000. Dan heb je 6.000 kilojoule... verbruik jij voor die inspanning van een minuut uh, daarboven. Ja. Maar je kan ook zeggen... Hé, hey, maar ik ga... 500 watt trappen en dan uh, een minuut lang. Nou, ja. dan zit je op 12.000. En eigenlijk, als jij van een atleet weet hoeveel die in die tank heeft, en als jij dat kan monitoren, en dat gaan we dus straks kijken met die app, ja, dan heb jij ook uh, als, uh, als coach, maar ook als atleet zelf, een idee van: hé, hey, hoe lang hou ik deze inspanning? Het voelt zwaar, ik zit boven mijn CP, maar ja, hoe lang kan ik het volhouden? En dan kun je eigenlijk berekenen van, ah bij wijze van, ja, je hebt nog een halve minuut op deze manier... en daarna uh, dan slaat op. de vermoeidheid op ja. uh, toe. Want dat is precies wat je wil weten. Van, ja, wanneer uh, kan je dit niet meer volhouden? Ik zit even uh, naar sportpsychologisch aspecten te kijken. Ik zie uit mijn ook hier ook Jens van Lier liggen. -hmm. Kop tegen je lijf. Wil je dat weten? Uh, <laughs> ik zit uh, opeens aan de feedback loop te ja, denken. Ik Stel, je het... zit in koers en je duikt achter iemand aan. Ja. Wil je nou weten oh, mijn Anna Robert tank is over 100 meter leeg. Ik denk of dat wil ik... je weten, ik geef gewoon alles wat ik kan. hangt de, van de wielrenner bijvoorbeeld af. Uh, degene, degene die op gevoel gaat, die zal zeggen... Nou, ik voel het al wel aan. Uh, en, en je maakt fouten, want het is gebaseerd op... Historische ja, data. Ja, toch wel. En stel dat jij die dag net uh, een slechte dag hebt... of je hebt allerlei inspanningen al van tevoren verricht... we weten ook dat die... Die natuurlijk die vermogenscurve uh, na een, een uur koersen anders loopt. Ja. dus dan moet je dat vermoeidheid moet eigenlijk dan ook geïncorporeerd uh, in, uh, worden. Dus dat is uh, wel interessant. Misschien goed, voor coaches een co wel, denk een ik. Hoe is ja. precies? Dit is voor coaches-trainers. Ja. En we gaan zo ook van Guido horen ja. dat je het ook nog op een ja. hele andere manier kan gaan trainen. Ja. Ja. dus dat gaan we zo weet we, Ja, bespreken. nou ja, misschien ook wel als je denkt: ja, maar ik heb helemaal geen vermogensmeter. Uh, dat het kan, het werkt namelijk hetzelfde voor uh, eigenlijk met snelheid. Dan praat je over kritische snelheid. En dan vul je, en dan op die manier kun je eigenlijk gewoon ook uitrekenen voor het hardlopen als jij niet die vermogen van stride hebt of zo. Want daar werkt het in principe ook voor, voor hetzelfde model, en met ja. kritisch vermogen. Ja. Maar als jij uh, eigenlijk in plaats van vermogen snelheid neemt, en dat is natuurlijk ook een, een nou we hadden het over wattage is uh, of uh, vermogen is wat per seconde. Ja. Snelheid is natuurlijk meter, meter per seconde, seconde, kilometer per uur. Kan je op dezelfde manier een berekening maken van als jij boven jouw kritische snelheid gaat uh, lopen, ja, hoeveel seconden heb jij eigenlijk nog Om daar voordat zitten. jij echt moe wordt of uh, naar nou, de vermoeidheid toeslaat, niet meer kan? Nog één technische en, uh, vraag over dit model, want we gaan zo kijken ja. en luisteren naar uh, Guido Vroemer... die zichzelf in ons sportlab helemaal uit elkaar trekt. Ja. Uh, ik moet erom lachen, maar ook eigenlijk van bewondering, ja. uh, al toen ik ernaast was, dus blijf uh, erbij. In die supercycle app staat een waarde, een fast death rate, hoor je oh, ja. mij zo ook over, en een slow death rate. Heb jij in het artikel wat je in de show notes hebt gezet daar nog iets nee. over gelezen, over nee. hoe dat dan precies berekend nee. wordt nee. of ik, wat dat ik, dan ik, is? nee. Dat moeten we aan Guido vragen. Kijk, wat wel zo is, zij trekken het wat, wat breder. Zij door allerlei metingen doen aan patiënten, et cetera. Dit is. Kijk, de inspanningsfysiologen zitten nog steeds te struggelen met hun modellen. Hè? Ja, nou, de FTP. En we hebben het ook met, moet je nou met inspanningstesten, moet je afgaan op de ademgasanalyse, moet je lactaat prikken. Allemaal gedoe, gedoe. Ja, moet je in en de spieren eigenlijk zeggen zij, zeg dit is eigenlijk een ideaal model voor in het veld, als je maar in ieder geval vermogen kan meten, natuurlijk. Ja, ja. Of snelheid in dit geval. En dan, uh, ja, dan kan je het ook loslaten op. Patiënten of mensen met uh, chronische ziekte, astma, et cetera, en dan die op een beweegprogramma uh, zetten. Ja. En dan kan je ook kijken: van wat, ja, wat gebeurt er precies? En uh, niet alleen met nou ja, je CP, dus je met, het, het zegt ook wat over de onderlinge energiesystemen. En dat is ook het mooie: van verbetert iemand. In het aerobe domein, dus nou ja, uh, gaat het goed wat betreft de, de opname van, van zuurstof ja. en het, uh, hoe die dat inzet in de mitgrondie om energie te genereren. Maar profiteert hij ook van in de anaerobe tank, zeg maar. Ja. Want uiteindelijk, die twee heb je ook nodig natuurlijk in het dagelijks leven. Hè? Ik bedoel, je, je kan niet alles rustig aan doen. Je moet af en toe die trap op, uh, onverwachte bewegingen. Sterker nog, als ik onze LinkedIn-pagina volg, Slimmer presteren op LinkedIn. Zoek hem even op, gaan volgen als je het nog niet doet. Iedere dinsdag een slimmere tip op mm -hmm. je werk. We hebben al een aantal keer tips in die hoek gehad. Ja. Hè? Want als je nou weinig tijd hebt, ga dan in, die, in ieder ja. geval uh, regelmatig uh, even kort duur. 30 seconden of de trap op sprinten of printpapier boven je hoofd tillen. Ja, ja. Dus daar, daar is veel gezondheidswinst ja. te halen. Ja, en plus, dit model is goed gestaafd met fysiologische uh, achtergronden. Nou, we hebben al over de motoren, et cetera. En, uh, en eigenlijk, uh, dus de, de, ook de fysiologen omarmen dit wel. Om te zeggen, ja, dit is misschien wel een uh, model wat in de toekomst plus, nou, als de mogelijkheid er is om inderdaad online of live te kunnen meten. Echt wel... Uh, hoe het is z n z n met de anaerobetank. Ja, Mooi. Ja. Um, we gaan via het Sportlab zo zoomen met Vroemen. En dan gaan we praktisch praten over... Uh, hoe kan je nou inderdaad trainen op uh, een anaerobetank? Hoe kan je dit inzetten bij verschillende sporten? Dat willen we weten. Ja. Um, maar we gaan zo eerst een minuut of vijf terug naar het Slimmer Presteren Sportlab. Ja. Als je de vorige aflevering uh, over de neers gemist hebt, weet dat dit ook bijzonder aantrekkelijk is om te kijken op YouTube. Als je denkt, Slimmer Presteren podcast op YouTube, waar vind ik dat dan? Zoek even op mijn naam, Gerrit Heikoop, dan vind je mijn YouTube-kanaal, zie je alle Slimmer Presteren afleveringen. Uh, dus ook deze, zie je ook gewoon op onze website hoor, daar zit de video er ook bij. Dat uh, Slimmer Presteren Sportlab is een innovatie hier uh, dit jaar in 2023. Dat kost natuurlijk ook wat, hè? Want mm -hmm. uh, cameraman erbij, spullen erbij, cameras, lampen. Dat moeten wij allemaal betalen. Dat doen we met liefde. En dat kan tegenwoordig ook doordat we steeds meer vrienden van de show hebben. Dus laat ik nog een aantal vrienden in het zonnetje zetten. Vriend van de show is geworden Klaas Kooistra. En als je dat ook wil worden, trouwens, wij zeggen altijd: De Slimme Presteren Podcast is jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen Vertregelen ja. en middeleeuwse en ja, ja. Lika Gerrit Heikop. Daar is die donatie ook op gebaseerd. We vragen van jou één kopje koffie per maand. Drie euro per maand kun je vriend worden. En uh, de oproep is dan... Doe dat alsjeblieft gelijk voor een heel jaar. Dan betalen we maar één keer transactiekosten. En krijg jij een maand gratis. betaal je er maar elf. Nou, dat deed Klaas Kooistra. Bart van der Wal deed dat. Dat is een uh, verlenger. Die was het al, maar die doet het nog een keer. Frank Melotte heeft het gedaan. Tom van der Wetering heeft het gedaan. Gerben Bakker heeft het gedaan. Hm. Gerben Bakker van de TU Delft. Die... ...komt binnenkort ook als gast. Want die heeft toch een mooi verhaal over motivatie. Ja. Intrinsieke en extrinsieke motivatie. Gerben, we kijken erg uit naar de aflevering met jou. En ook Sascha Hesse is... Uh, ja, dat kan dan een vriend of een vriendin van de show zijn. Hè? Dat weet ik even niet bij uh, de naam Sascha. Dat kan twee kanten op. Kortom, wil je bij Dat Leger horen en wil je ons steunen... ...ga naar vriendvandeshow.nl slash slimmepodcast... Zij Ze zeggen, ga er maar lekker voor zitten. Uh, kijk eens wat echt diepgaand is. RPE'tje, nou zeker 10 ja, ja. raakt hij aan. Ja. In ons Slimme Presteren Sportlab gaan we kijken naar Guido Vroemen, die de Supercycle app test. We hebben alles weer uh, geïnstalleerd. Ja, Guido, tweede sporttest in ons Sportlab. Ja, nu moet ik eens aan. Jij bent de proefpersoon. Wat, uh, wat heb je allemaal aangehangen? Wat ja. voor sensoren hebben we bij ons? We hebben ook weer gewoon een hartslagmeter er ook bij. Ik kijk even naar de trappers. Ja. Zit een vermogensmeter bij? We hebben hier uh, vermogenpedalen. Ja. Zodat we die kunnen koppelen aan een app om um, te kunnen laten zien hoe snel mijn aderrobe tank leeg wordt getrokken. Precies. Dat is de Supercycle-app, hè? Ja. Ik doe op zich nog helemaal niks. Hier hebben we de Supercycle app. Daar staat 100%. Daar staat hij wordt nu minder, denk ik. 97, 95, 92. Ik zie daaronder een hartslag realtime. Een... Die hartslag gebeurt pas later. Hè? Die, ja, die, die, nu komt, nu omhoog. die ja. komt nu omhoog. En die andere gaat dan weer omhoog. Hè? Die tank, alle tank die ik net een beetje aansprak. Ja. Gaat weer omhoog. En als het goed is, komt die daar weer op 100. Ja. Ik zie nog een wattage actueel. Ja. Ik zie een gemiddelde en ik zie een uh, VO2 max percentage. In deze, ja. daar zaten ook nog wat andere waarden. Fast en slow dead load. Ja, dead load. Wat is dead load? Nou ja, eigenlijk zegt het iets. Wil je snel doodgaan of wil je langzaam <laughs> doodgaan? Oké, okay. doe nog eens een keer een versnelling. Kijken wat hier gebeurt. Dus dan krijg ik, ik heb, nou ja, eigenlijk moet je zien. Ik heb van tevoren... De app al geleerd wat mijn critical power is. Oké. Okay. Dus hij weet boven een bepaald vermogen begint mijn anaerobe tank leeg te lopen. Als je daar een beetje boven zit, heb je een slow dead. Ga je daar ver boven zitten, dan ga je fast dead. Ja. Gaat hij veel sneller omlaag. Ja. Nou, dat zie je als ik nu aanzet. Ja. Kijk, de meter slaat uit. 655 watt, helemaal paars. En dan gaat zonne 7. Die... En de fast dead load die begint op te lopen naar 0,3. En de slow ja. dead load doet helemaal niks. Nee, omdat ik daar ook voorbij was. Ik Precies. zit helemaal niet in dat rustig doodgaan. Ik alleen maar snel doodgaan. Ja. En dan zie je, mijn vermogen is nu heel rustig weer. Ja. En dan zie je langzaam, als je weer naar die andere terug gaat. Ja. Zie je die weer stijgen? Ja, precies. Dus nu is de anaerobic reserve is ja. van 100 naar 80 gekomen. Dus procent. Ja, en als je nu een tijdje rustig zou uh, fietsen in zonder 1-2, dan, oh ja, 81. Ja. Dan ben je in feite en aan het En Hoe langzamer ik zeg maar trap, hoe minder vermogen ik lever, hoe meer die vult. Ja. En ook is het als die helemaal ver leeg wordt getrokken, zal die in het begin sneller vullen. En aan het eind minder snel. Dus dat laatste stukje is altijd veel langzamer. Mooi. En dat wordt in veel modellen eigenlijk niet gebruikt en in deze wel. We hebben op dit moment uh, de ik, ventilator ik, ik, niet aan. Oh ja, linksboven zien we de klim aan. Ik Ja, zit Dit, al klaar dit, te dit ken ik wel. Ja, maar dit ken ik wel dit stukje. Dan dit gaan we die. omhoog hè? Oh, daar zit ook iemand anders op. Oh, die gaan we inhalen. Dat is ook wel mooi, want er zie je ineens iemand in de Dan denk ik, nu, die gaan we inhalen. Het moet wel kleiner. En door. En dan gaat die app. Kijk naar de app. Ja, ik zie hier op jouw Supercycle app dat je enorm uit je anaerobotheek ja, aan het happen bent. Ik ga dead. even naar de fast dead De fast dead load is nu 0,55, 0,57, 0,60. Is het bij 1.0, ben je dood? Nou, dat kan je nu niet meer zeggen. Ik kan niet weg. ja of nee <laughs> Yo! Oh man. Het wordt even rustiger. Je bent bijna boven, zien we. Nog een klein stukje. Zo is die van berg. Inspanning van onder een minuut, we zien je wattage wat teruglopen. Ja natuurlijk. vol. kom op. Fast Deadload staat bijna op 1,0. Oh man. Denk aan die hardrock. Ja. De anaerobic ja. reserve staat op 10% zie ik hier in de app. Ja, heb. ik ben tevreden. <laughs> ik had nog die 10% maar dat niet, niet... Je bent boven, oh. maar dat betekent dus toch als die 10%, dat je hem bijna helemaal leeg getrokken hebt. Ik heb maar een client. klein tankje. Kan ook, hè? Dat kan ook, ja. En jou, jouw anaerobe reserves klimt meteen weer terug. Die was op 10. Klimt ja. nu alweer terug naar 57. Kijk, zie je hoe snel het in het begin gaat. Maar ja, dat begint de volgende weer. Ja, wat we duidelijk zien is dat we hier enorm veel data verzamelen. En dan moeten we zomaar eens met elkaar over hebben wat, wat we hier nou aan hebben. Komt de eindsprint, even die tank helemaal leeg. Je hebt nog 20% in de anaerobe tank, zegt hij. Kom op, nog 10. Nog heel boven! Nog al boven! Nog Ik, ben al boven. Je bent Ik ben te vroeg boven! Ik was gewonnen van het ding. Goh. Als je dit zou uit moeten drukken in gevoel, Guido dit was. Aan het einde is een 10. 10? Ja, dat is een helemaal stuk. Ja. Kon niet harder, kon niet langer. Hoi. En dan denk je, nou nu gaat het wel weer. Ja, want nu zijn we alweer aan het afdalen. Ja. Ja. En dat zien we hier ook in de waardes, want die anaerobe reserve die staat meteen alweer op 60%. Ja, en dat is ook het mooie van deze app. Je kunt zien, zeg maar, als je een intervaltraining gaat doen, zo'n high-intensity interval, dan kun je een, uh, een set instellen van ja, ik wil hem tot 25% leeg trekken, en dan herstel tot 75 bijvoorbeeld. En dan maar... gaan ik we weer verder even... Dus dan ga je niet meer in te vallen op tijd, maar op basis van de ja. berekende reserve ja. in de robert ten. Ja, precies. Interessant. We gaan zoomen met zoomen. Zoom zoom zoom. Vroom vroom. Guido, goedemorgen. 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 Hey, ben je weer een beetje bijgekomen, <laughs> Jongen, jongen, jongen? Dat zag er indrukwekkend oh, ja. uit. Ik heb uh, toch niet <laughs> vaak iemand zich zo hard uit elkaar zien trekken als jij op die fiets in ons sportlab. Ja. Nou ja, soms moet je bepaalde dingen ook eerst zelf uittesten. En dan denk je, als ik, als ik dat kan, ja. Dan moeten mijn atleten dat zeker kunnen. En ja. het was ook niet alleen voor de show, want wij hadden gewoon de gegevens die lieten zien dat jij dood was, eigenlijk. Hè? Die andere <laughs> ja. tank was er uh, app, app technisch ja. was je dood. Ja, 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 ja weet je, dat, zijn, dat vind ik ook wel mooi aan dit soort modellen en apps. Dat ze denken, ja, maar dan zeggen ze dan nou, je kunt dit en dit en dat tot dan. En dan is het ook echt klaar. Ja. Nou, dan is het natuurlijk ook voor mij wel een sport. Dan denk ik, ja, maar als ik dus de juiste gegevens invul, dan ga ik het proberen. En Eens kijken of ik nog veel verder kan. Ja, ja. ja. Dus op dat... die manier heeft het jou uh, extra gemotiveerd. Ja, kan je wel een mooi compliment ik, uh, die... geven? Ik stond daar dus naast met dat telefoontje in mijn hand. Ik zag al, dit gaat heftig. Maar ik kan je vertellen, dit heeft in mijn hoofd nog wel een beetje nageechoot. Oh. Ik moest uh, onlangs een intervaltraining voor je lopen. Maar niet eens echt ah. diep, hè. tempo-interval. En dat voelde zwaar. En toen op een gegeven moment dacht ik. Ja, vol zwaar. Zwaar. Wat zou Guido doen? Ik bedoel, ben je jezelf nu uit elkaar aan het trekken? Nee, niet bepaald. Dus daar nee. kan nog wel een tandje bij. Dus in die zin heb je me behoorlijk geïnspireerd. Dus uh, dank daarvoor. Kijk, dat is da alweer dubbele winst. Dubbele winst, ja zeker. Dus, um, maar nu even concreet. We, hebben het, uh, we staan daar bij elkaar. En dan hebben we het ook over. Goh, je zou eventueel nu ook. Trainingen kunnen gaan doen, niet op tempo, ja. niet op hartslag, niet op tijd of afstand, maar op vullen en leegtrekken van anaerobe tank. Eerste vraag, ja. doe je dat al? Heb je dat alles geprobeerd? Ja, 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 dat doe ik al. Inderdaad, bij, uh, we hebben wel, ik heb wel eens... Uh, af en toe uh, een beetje in de periode van het seizoen. Um, ik zet het niet altijd er weer bij, maar dan uh, zei ik al in de titel: uh, zei ik anaerobe tank training. Mm. Nou, dan weet je, sommigen die wisten al oh nee, het gaat nee toch. <laughs> ja, als je dat één keer in het begin denk je, oh, wat is dat? Leuk. Maar ja, als je dat één keer gehad hebt, dan denk je, ik kan Mooi. niet meer. Helemaal kapot. En dan moet ik nog een keer daarna. Hey, en dit is ja. dus ook op basis van die supercycle app, Guido. Je hebt atleten die daarmee nou, trainen. Toen niet, toen nog niet. Hè. Een, je had critical power model. Ja. Yep. En vanuit het critical power model heb je een W-prime. Inhoud ja. van alle robotenken. Dus het aantal um, joule wat je boven dat niveau kunt vrijmaken. Ja. En, en dat is dus nou ja, een bepaalde hoeveelheid. Dus nou, als je zeg maar, laten we zeggen die uh, critical power is 300 watt. Um, en we nemen een W-prime van 10.000 joule. Als je dan 100 watt boven die 300 gaat rijden, dus 400 watt. 100 watt is 100 joule per seconde. Ja. Dus 100 keer 100 is 10.000. Dus dan zou je dus 100 seconden kunnen volhouden. Ja, ja. ik lach even, want ja. deze som heeft uh, Jurgen hier net ook op de bank ja, zitten maken. Maar die, die kan je ja. niet vaak genoeg horen. Nee, maar ik vind het wel nou leuk. Ja, precies, maar dan ja. weet je, als je dat kan, dan denk je, ja, maar. Oh, dan moet ik dat dus, volgens mijn model moet ik dat kunnen. Nou, ja. dan ga je beginnen en dan denk: nou, oh, dat gaat makkelijk hè? 30 seconden, 60 seconden en dan denk je: oh nee, Dat ik kan het niet meer. Juwel, het moet, het moet ja. door. En dan denk je echt, denk je, ja, 100 seconden, ja, ik kon er misschien 101, maar dat was het ook echt wel klaar. Ja. Maar weet je wat ik wel, uh, wel leuk vind? Want jij noemt nou een getal hè? 10.000 of 10, ja. kilo, uh, jou, ja, 10 uh, kilo jou. Er wordt natuurlijk heel veel gepubliceerd in de, in, in de wetenschappelijke bladen nu ook, een beetje over ja. die vermogensprofielen. Maar eigenlijk, uh, wat je niet echt tegenkomt, ja, je zou het kunnen afleiden, alhoewel dit zijn gemiddelde, is van een renner, zijn, uh, ja, zijn FTP, dat, dat, dat zie je ook nog wel vaak, maar niet zozeer ja. wat zijn W-prime is, lees wat zijn aan tank. Is daar ja. nog veel geheimhouding tussen uh, gaande? Nee. Ik weet niet of het geheimhouding is. Het is meer dat gewoon. Het mens, mensen weten het ook niet. Nee. Als je dat gaat zeggen. Ja, snappen weet je, het gewoon um, niet. Uh, wat ja. je van de Poel heeft een FTP nee. van 450 watt. Dan zeg je, Oh, ja. dat ja. is veel. Ja. En wat is dan zijn uh, W'? <laughs> nou, nee. ja, dat is 30.000 joule. Ja. Dan denk je: ja, oh, is dat. Ja, is dat veel? veel is dat weinig? Nee, maar het is wel is grappig. Want uh, 30.000, je noemt het. De, de eerste keer dat ik dit eigenlijk echt tegenkwam was natuurlijk bij mijn onderzoek voor, uh, uh, voor een boek. Ja. Voor Beuker, jouw boek? De gingen voor, ze ook uit. Voor van. Voor jouw boek? Uh, ja, voor mijn boek. Het zou kunnen seizoen 7 inmiddels en uh, seizoen 1, 2 en 3 was het vaste prik, maar ja. uh, we doen het niet meer zo vaak. Jurgen van het maakbare uur. Je hebt een boek geschreven, hè? En het leuke was daar eigenlijk, omdat je een uur lang moet knallen, kun je precies berekenen van een uitgaande van een bepaalde uh, critical power. Ja. En die Europa tank die bij Beukenboom inderdaad 30.000 joule uh, was, of geschat werd, dat ja. die dan uh, ja, per seconde iets boven de critical power kon gaan zitten, waardoor je dan uitgerekend met... Uh, Zoveel seconden is een uur. Mijn steen wist van. Ah, dan moet je op het eind helemaal leeg zijn. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een leuke exercitie. Wat zijn nou getallen normaal voor zo'n uh, tank? Wat, wat is jouw schatting inderdaad voor Mathieu van de Poel? Ja, want uh, daarom zeg ik al 30.000, dat is veel. Ja. ja. Want als je. Ja, laten we het grof. Laten we heel grof gaan de 10.000, 20.000, 30.000. 10.000 is echt gewoon heel. Basic. Ja. Dan ben je niet heel bijzonder. Ja. Dan heb je hem, eigenlijk als je dan, dan heb je maar 10.000 joule boven je critical power te verschenken, tenzij je critical power 500 watt is. Dan ben je ja, precies. Dan mag het. Ja. Dan, ja. mag het. ja. dan mag het. Dan ja. mag het. Maar normaal gesproken is dat dus heel weinig. En dan heb je een beetje zo'n zo middengebied rond de 20.000. Nou, dat is een beetje gemiddeld. En de echte koningen van zeg maar, de, die. die Keer op keer kunnen demareren en weer herstellen. En weer demareren keihard een minuut lang en weer herstellen. Ja, die zitten wel op 30.000 plus. Ja. Oké. Okay. Nu wil ik meteen een paar dingen weten. Eén. VO2 Max hebben we het vaak over gehad. Dat is heel wat anders. Maar waar, waar ik naartoe ja. wil is de vraag. Is dit trainbaar? He? VO2 Max hebben we ooit gezegd. Ja. Daar word je mee geboren ja. en dat talent kan je mm, wel of niet benutten. In hoeverre is zo'n anaerobe tank van 20.000 naar 30.000 joules te brengen? Ja, maar V2 Max is ook trainbaar, beperkt uiteraard. Hè. Dat heeft te maken met je aerobe capaciteit. Ja. Je anaerobe capaciteit, dat is die uh, W-Prime, die is zeker trainbaar, omdat de meeste mensen die dat uh, die trainen, die fietsen, die doen hier niks mee. Mm -hmm. hey, er zijn niet heel veel luisteraars, denk ik, uh, die wij hebben, um, die één keer in de week bijvoorbeeld. 20 seconden keihard gaan fietsen. En 20 seconden rust. En dat 10 keer achter elkaar. En dan even 10 minuten pauze. Rustig doorfietsen. En dan weer 10 keer 20-20. En dan weer 10 minuten En dan weer 10 keer. Misschien wel 40, minuten, of 40 seconden hard. 20 seconden rustig. Oftewel heel vaak heel hard, heel rustig. Heel hard, heel rustig. Die trainingen doen veel mensen eigenlijk. Nee, oké. Okay. Okay. Maar dan heb je interval's. Daar training. maak je ze wel. Ja, daar maak je ze beter mee. Oké, okay, helder. Tuurlijk is het trainbaar uh, om het potentieel eruit ja. te halen. En dat bedoelde ik net ook bij die V2 max. Hè. Ook die is te verhogen door training. Maar ja. ergens heb ik daar geleerd, daar zit een soort fysieke uh, aanleg, maximum in. En mijn vraag was nu ook, is dat bij ja. die anaerobe tank ook? Is dat iets waar je mee ja. geboren bent en dan kun je hem Kijk. optimaliseren of niet? Dan wordt het weer moeilijker. Ik denk je, iets, ja. iets, iets met witte spiervezels, waar die je wel nou. al sowieso moet hebben als je je anaerobe tank groter gaat maken, word je natuurlijk beter in conditie. En het is niet alleen maar dat je anaerobe tank dan alleen maar groeit, groeit, groeit. Hè. Je hebt hem 10.000 en je bent een trainer en het wordt 20.000 en het wordt 30.000. Op een gegeven moment is jouw critical power ook beter geworden. Want dat ja, heeft ja. daar ook invloed op. Ja, ja. Dus dan in... is de, de gaat hij weer omhoog en eigenlijk is het de hoeveelheid. Ah, ja. Wordt dat weer minder. Ja, ja precies. Dus ja. dat absolute volume. dat gaat in feite, wordt in feite mee opgetild in die piramide. Ja. Ja. En dat hebben we natuurlijk geleerd in de intervaltraining aflevering. dat dat een effect is van uh, die training daar. Dat je ook ja. je aerobe capaciteit mee omhoog trekt. Um, ja, dat is ook. Zie je, he, nu hebben we ook wel van die modellen die op de markt zijn. InSight en zo. VO2 max heb je en VLA max heb je. Mm -hmm. Een VO2 max is de snelheid van de zuurstofopname, de maximale snelheid. En VLa max is de maximale snelheid van lactaat aanmaak. Dus dat zijn twee die elkaar eigenlijk een beetje in de weg zitten. Als de een omhoog gaat, de VLa max gaat de VO2 max omlaag. Dan moet je op inleveren. Ga je de VO2 max proberen te verbeteren, dan gaat je VLa max weer omlaag. Dat is inherent aan elkaar. Zitten ze aan elkaar zo vast? kunt ze ja, niet allebei omhoog? En ook dat, dat heb je wel eens eerder aan ons verteld. Dus dan kom je dus op dat typische vermogensprofiel waarin je zegt: als je die ene in dat korte domein, als je die aan een ja. opgroeit, dan gaat je lange duur uh, vermogen gaat omlaag. Ja, 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 klopt. Weet je, dat, dat, je kunt niet allebei tegelijk beter maken. Het, maar het is natuurlijk wel een beetje zoeken naar het: wat heb je nodig in je wedstrijd? Ja. Want misschien, en ik weet dat wij het daar vaker met elkaar over gehad hebben, maar we trekken iedere week nieuwe luisteraars. Dus misschien toch wel leuk om nog even neer te zetten. Die anaerobe tank, dat is de titel van deze aflevering. We hebben ja. al uitgelegd over de energiesystemen, et cetera, et cetera. Nu naar de praktijk, naar buiten. Ja. Welke sporten heb ik nou maximaal baat bij een goede ja. anaerobe tank? Hoe ziet dat eruit? Daar komt die. Wat denk je? Eén ja wielrennen Nee, sprinten, ja, schaatsen okay, tot 1500 dan. meter, uh, hardrennen, Natie, ja. uh, Mountainbiken. Ah, kijk. Ja. Vooral ja. die. Ja. Echt, weet je, ik heb nu met, met nou, die Supercycle app, niet dat ze die dan op hun fietsen al gebruiken, maar ik krijg wel files binnen. En achter die Supercycle app zit ook een programma wat je op je computer kunt installeren. Typhoon cycling, of Typhoon, mm -hmm. hoe je ooit wil weten. En daar kun je, zeg maar, die hele file inladen. en die rekenen met dezelfde dingen. en die, die laat dus van een hele wedstrijd zien. hoe vaak je, zeg maar, die anaerobe tank steeds leeg trekt. en weer laat vullen, en weer leegtrekt en weer laat vullen. En er zijn cross-country wedstrijden. van anderhalf uur ongeveer. en daar zie ik gewoon in dat. dan, dan gebeurt het ongeveer twintig keer de hele anaerobe tankinhoud leeggetrokken is in één wedstrijd, niet in één keer, maar in stukjes. Ja. Ja. Dus ja. daar zie ik heel goed in. Dat is echt een sport waar je dat heel erg nodig hebt. En als je dat niet hebt, dan kun je het altijd schudden in die sport, want mm -hmm. dat gaat alleen maar hard of niet hard. Ja. Nou nog even over die app, want dat vind ik al. Nee, uh... hey, wacht nou, niet nou, We gaan zo naar die app. Ik wil eerst nog oh, meer jawel. sporten weten. Bijvoorbeeld uh, ja. voetbal. Is dat ook heel erg anderopend, omdat je de hele ja. tijd moet sprinten? Ja, ja, dan zou je dat ook. Ja, dat is ook sprinten of stilstaan. Ja. En lullen. <laughs> ja, en rollen ja. en ja. over de grond uh, kruipen van de pijn. Maar dat ja, mag ik niet zeggen natuurlijk, maar. Een <laughs> vooroordeel. Nee, ja. nee, nee, nee. Maar het is wel een sport. Dat ja. is gewoon echt keihard sprinten of niks doen. En dan vult hij weer. En dan moet je weer. En dan ga je van niks doen. Ja. Ik denk als je dat. Nou ja, stel je gaat een voetballer uh, volgen met een stride. En je zou die app daarop langs, lo, loslaten mm -hmm. dan. Ja, dan zie je dat ook. Ja. Hey, en krachttraining. Mensen die aan fitness doen. Is dat ook allemaal uh, ja, andere op Dat is wel lastiger te meten. Omdat dat niet een conditionele sport is. Hè? Dus het is krachttraining. Dat zijn explosieve acties. Ja. En er zit natuurlijk wel een conditioneel effect of uh, aspect bij. Als je, als je 10, 20 herhalingen ja. gaat doen. Ehm um, maar dan, dan is het lastiger om daar, zeg maar, met deze um, modellen te kunnen werken. Want critical power werkt eigenlijk gewoon op conditie. Ja, hè? precies. Dus hoe en dan werk heb je je daar mee te maken? Ja. Nee, nee, En niet dat... je exclusiviteit. Helder. Jurgen, terug naar de app. Ja, de app, wat uh, heb ik nodig? <tie> ik denk dat je moet ja. intikken. In ieder geval, die app is gratis, hè? Dat maakt hem ook al zo, ja. uh, zo mooi. Je mag, wel, je mag wel doneren, geloof ik en, aan. Ze. En nee. ja, mij net, net als bij ons. Kan je, je, hele, je kan hem ook gewoon gebruiken als strava ja. of als bijna als Komoot. als een soort route uh, die je van tevoren kan uh, uitzetten. Of in ieder geval opnemen. Maar het mooie daaraan is natuurlijk dat jij die anaerobe tank uh, van jou kan uh, uh, meten. Tijdens ja. het racen. Maar ik neem aan, dan moet hij wat weten. Dan moet hij in ieder geval ja. je power duration curve een beetje weten. Je moet hem wel dus slimmer maken. Hè? Ja. Ja, hij moet jou leren, die app moet jou leren kennen, omdat hij moet gaan rekenen met, met de gegevens die binnen binnenkrijgt. Ja. Vermogenmeter, daar hebben ze weer. Die heb je wel nodig, hè? <laughs> die heb je wel nodig. Ja, ja helaas, je moet, als jij dat wil gaan doen, heb je die ja, nodig. Ja, snap ik. Goed. En dan heb je eigenlijk als je, uh, ja, als je al sowieso al die hebt en je werkt al langer met uh, vermogen, dan heb je een mooie set data waarin je een power duration curve hebt, en dan heb je een hoop uh, verschillende uh, uh, waardes die je moet invullen in die app. En dat zijn bijvoorbeeld je beste twee minuten, je beste vijf minuten, je beste tien, mm -hmm. twintig en veertig minuten. Aha. En die moet je invullen en daar gaat hij mee werken. En het is, niet, het is ook niet weer een, een normaal critical power, want een normale critical power model zou eigenlijk één lijn willen trekken door deze vier waarden. Ja. Hier hebben ze hem eigenlijk gesplitst in de lange en de korte. Oh, ja. Ah, dus en dat, dat zijn de slow lijnen. death rate en de ja. fast death daar rate. Daar is de slow? Ja, ja precies. Weet je, je hebt nou, eigenlijk zit er een, de tweede, de 5 en de 10. Is één critical power model. Daar wordt een, uh, um, een curve langs gelegd. Ja. De 20 en de 40 is eigenlijk meer je critical power model voor de lange duur. Aha. Dus in dat eerste model ja. zit heel veel aneroop. In ja. dat tweede, 20 en 40, ja, daar zit nog maar 5% aneroop ja, eigenlijk precies. invloed. Dat heeft ja. niet zoveel invloed meer. Hey, en gaat deze app dan, je zegt je moet hem slimmer maken, gaat die ook uh, als je hem eenmaal gebruikt en je iedere training die eraan upload, gaat die dan ook zelf het model kalibreren en bijstellen? We zagen net in het nee, fragment dat jij jezelf... Nee, volgens mij dat nog niet. Nee? Maar... Het is, nou moet ik even, dat weet ik niet helemaal zeker. Want dat, ik ben nou niet de, zozeer bezig dat ik altijd mijn beste waarden wil verbeteren. Zo lekt het. Nou, dat dacht ik wel. Ja, ja, eigenlijk dacht ja. Dat idee had ik wel net. Op een ja, <laughs> gegeven moment ja. denk ik, ja, ik krijg de schijt, man. Kun je een kido naar de Vanberg van van of waar, whatever? Ja. ja, hij wil altijd, uh, vindt het niet leuk dat iemand hem inhaalt, laat ik het zo ja. zeggen. Dus, uh, ja, ja. ja, precies. <laughs> um, maar volgens mij is het wel zo als ik het op dat model in de computer <laughs> volg en. Het model ziet in een file een nieuwe beste twee-minuten waarde, of ja. vijf minuten op de. Dan zegt hij: Ting, nieuwe beste waarde gevonden. Ja, precies. Maar dan kalibreert dan, dan moet... hij dus wel. Ja. Dan ja. moet het profiel geüpdate en dan krijg je weer een, uh, ja. een, uh, nou ja, andere waarden. Wat wel uh, kritisch natuurlijk, volgens mij, is bij deze. En vooral het leegtrekken, dat snap ik wel. Want volgens mij is dat redelijk simpel uitrekenen, ja. zoals jij dat ook deed. Ja. Maar het opnieuw vullen, natuurlijk. Ja. Hoe weet hij nou van. Uh, ja, want dat kan ik me ook voorstellen dat per persoon een beetje afhankelijk is. Ja, is het ook. Maar dat heeft, dat heeft ook weer te maken met. Als je die, die bij, vijf waarden in hebt gevuld, dan komt een critical power, een super critical power en een W prime. Ja. En de verhouding van die bepaalt de halfwaardetijd ook hoe snel die herstelt, hoe snel die curve oploopt. Want die, dat vullen is dan exponentieel een beetje? In ieder geval niet. Uh... Ja, eigenlijk hebben ze in literatuur zeggen ze ook wel eens vaak dat dat gewoon overal hetzelfde is, ja. He, de, overal dezelfde snelheid. En... Charles Douwe, dus de, de, eigenlijk de uh, professor die dit ook heeft ontworpen, die werkt eigenlijk meer met dat het in het begin, als hij heel ver leeg is getrokken, dus dan heb je nog maar 5% of 10% erin zitten, gaat hij heel snel. Ja. En als hij bijna vol is, dus hij is er zeg maar 80, 90% al vol, dan gaat het steeds langzamer. Ja, Oké, okay. ja, ja. Nou, dit is lekker onder de motorkap van die app. Mooi, hè? Ik wil, ik, maar... Ja, heel tof. Ik wil <laughs> nog even toe naar hoe we dit dan praktisch gaan gebruiken. Ja. Ja. Zou je dit eigenlijk willen dat, nou hangt van de sport af, maar een sporter ja, voor ja, wie ja. de -open Tank belangrijk is, of die zo'n Tank training gaat doen, dat je dus altijd met deze app live gaat trainen op je fiets? Ja, nou, of lopend? Dat, ja, dat kan ook lopend. Hè. Dat, uh, maar op de fiets, kijk, mijn, mijn mountainbikers, eigenlijk zou het het mooiste zijn: ja, sommigen vinden het onhandig om met zo'n telefoon uh, te ja. fietsen. Ja. Zeker met mountainbike, als je overal als je in de derry en zo zit, dan ja. is dat niet zo handig. Um, maar ik moet zeggen, ja, als je een oude uh, Android-telefoon uh, hebt en uh, je, je zet daar zo'n uh, knop op dat je hem op je stuur kunt uh, klikken, nou, dan werkt dat best prima. Maar dan kun je dus wel, kan ik wel een, zeg maar, een opdracht uh, gaan geven van, nou ja, als je ergens in een heuvelachtig gebied woont en dan moeten intervallen gedaan worden. Ik wil eigenlijk dat je tien keer. Een interval doet waarbij je de anaerobe tank onder de 25% hebt. Ja, ja. ja. En als je dan, dan zie je hem dus als je dus uitfiets, zie je hem alweer stijgen. En als hij op 25, 75% zit, moet je weer. Nee, ja. ja. En dan kan je ja. dus eigenlijk, dan ben je onafhankelijk van afstand, tijd, omgeving, maar dan ben je dus heel erg op je persoonlijke fysiek aan het trainen. Ja. ja. Ja, eigenlijk kijk je niet. alleen maar naar het getal van hoeveel, hoe vol is die. En hij, oh wacht, hij is nu, ik begin nou, rustig te fietsen, dan gebeurt er niks, dan blijft hij gewoon op 100 staan. Je trekt, hup, je gaat gas geven en dan zie je hem leeg gaan. En als hij onder de 25 is, ah, dan is hij herstel. Dan moet ik weer rustig trappen. En hoe rustiger je trapt, hoe snel die vult. Um, je moet wel onder critical power niveau, want anders vult hij niet zo heel erg snel. Ja. Maar dan vult hij weer en dan komt hij op 75 en dan denk ja, dan moet ik weer, Bing. bam! Rijen weer, ja. Andere. Dit is wel echt uh, sportonderzoek en innovatie waar deze podcast over gaat. Ja. Je vertelt dat het is ontwikkeld door een professor in, uh, in Gent, als ik uh, goed ben geïnformeerd. Ja, hij top. was bij de Universiteit van Gent betrokken. Ja. Universiteit van Gent. Het is uh, gratis. Daar ben ik ook blij van. Dan kunnen we lekker hierover spreken zonder uh, sponsorbelangen. Ja. Is uh, het alleen Android of uh, ook uh, voor ons? iPhone is ook. Oké. Okay. Apple. Ja. Voor alleen. Ja. De Apple de de uh, Supercycle app kan op beide telefoons. Dat werkt al op beide telefoons. Um, het het analyseprogramma, wat ik dan natuurlijk oh, nog ja. mooier vind, ja. dat is alleen nog Windows. Ah, oh, oké. Okay. Oh, ja. Ja. Windows en, uh, waar ik naartoe wilde, maar ik weet niet hoe nieuw en hoe fris het is. Zijn er al uh, Garmin datavelden beschikbaar? Is, uh, kun je hem al op je telefoon zetten? Of uh, op je horloge zetten? Nee, dat is best lastig, heb ik al uh, aan ze. Uh, <laughs> dat is natuurlijk direct gevraagd. Van, ja, maar ik wil dat, ik weet dat al. Hè, die ja, dat is een die, API. Die, die willen dat op hun Garmin horloge ja. of... Of, ja, maar zo makkelijk. Het is een matlab-achtig programma. Uh, ja. Wat dan weer niet zo, zo simpel <laughs> ja. met Garmin gaat, gaat hmm. praten. Hey, Misschien... um, ik ben wel benieuwd. Gebruiken uh, wielopp ploegen deze of een, een soort gelijke app, want dit is natuurlijk voor hun ook heel relevant in trainingen, maar misschien zelfs in wedstrijden, alhoewel daar de discussie is van of het überhaupt in een wedstrijd gebruikt mag worden. Ja. Weet jij daarvan of niet? Dat dat, uh... Ik weet niet of, of, of er ploegen nu zijn die dit precies zo gebruiken. Ik denk het eerlijk gezegd. Nog niet. Nee. Maar er zijn natuurlijk wel soortgelijke systemen die. Nou ja, dan, maar dan heb je toch. Ja, dan is de details daar weer net iets anders. Ja. Hm. ja. Kijk, ik werk ook met dit systeem. Als je Training Peaks hebt en je hebt WKO 5, dan haal ik al die data erin en WKO 5 zit ook op mijn laptop hier voor me, waar ik alle data nog in groen, veel meer grafieken kan ja. analyseren. Die hebben dit ook een beetje, dan noemen ze het weer net iets anders, maar. Er komen ook net iets andere getallen uit. Ja, ja, maar dat en is allemaal, ik... uh, ja, allemaal achteraf. En het mooie natuurlijk ja. aan deze app is dat je gewoon live ja. eigenlijk inzicht krijgt in, uh, in de energie die jij nog beschikbaar hebt en wanneer jij echt je benen zult gaan voelen. Ja, 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 ja. en dan leer je als. Nou ja, dat, dat is ook wat ik al vaker gezegd heb. Als atleet leer je dus ook van, nou ja, maar die app, hè, we, gaan, we gaan hiermee werken, we zien getallen. Hmm. En dan denk je, ja, maar dat moet ik dus kunnen. Nou Misschien had je zelf al veel eerder opgegeven, denk je, ja, schijt, dat haal ik niet. Dat ja. kan ik niet. En als je dat getalent, denk je, ja, maar dat moet ik toch kunnen halen? Kom ja. op. Ja. Ja. ja, En dat is dan weer omdat professor Gent, dit, deze modellen zijn natuurlijk geënt op enorme bakken data ja. uh, voordat ja. ze dit soort relaties uh, valide vinden. Ja ja, 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 dat klopt. Ja. En, en ook ja, dat, dat model vanuit het twee crit, Extended Critical Power Model 2. Dus verschillende tijdsblokken. Uh, ja, dat maakt het eigenlijk wel um, een stuk krachtiger. Ja. Ja. Lekker man, lekker nerdy. Ja. Maar wel ja. echt uh, innovatief en ja. uh, onderzoek en uh, lekker ja. praktisch maken in de praktijk. Uh, daar worden we vrolijk van hier toch? Ga jij hem inzetten eigenlijk bij het hardlopen al? Ja, daar moet ik eens even over nadenken. Uh, Guido, we ja, hebben dat nog dan, niet gedaan. kan ook. Ik heb hem dus... Ik denk, ja, als hij een vermogenmeter ziet... Bluetooth ja. moet hij wel zijn. Dat dan wel. Niet als je een, een ANT Plus... Alleen dat werkt nog niet, want dan kan hij hem niet zien. Je moet een Bluetooth <laughs> hebben. Maar ja, Stride werkt op Bluetooth. Ik denk, ja. nou, als ik die koppel... Klinkt nou, alweer dan, als gedoe, want ik heb hem als ANT gekoppeld. Dus dan, en dan is hij nee, dubbel nee, 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 gekoppeld. Nee, je, dubbel je kunt gewoon weet je laat het, die, laat, de app op de telefoon gewoon zoeken... En die zoekt, zoekt alle Bluetooth-sensoren. Oh, dat... En dan uh, vindt hij die en koppelt die. En ik ging lopen op de loopband. Ik denk: verrek, het werkt. Ja. En ik ja. weet vanuit mijn data ongeveer dat mijn fietsdata en loopdata qua vermogen erg dicht bij elkaar liggen. Dus ik denk: nou ja, dan hoef ik dat niet aan te passen. Kijken wel of, hoe, of het werkt. En uh, dan, dan weer intervallen lopen op de loopband. En dan denk ik: ja, ik, uh, 18 per uur, dat was dan. Iets van 360 watt of zo. Nou, dat uh, was toch na uh, um, twee minuten of zo was het wel klaar. Want toen, uh, toen had ik inderdaad, zei uh, als je 300 watt hebt, dan heb je twee minuten 12.000 eruit. Ja, dan was ik wel. Uh, ja, ik denk nou moet ik toch wel de loopband rustiger zetten, want ja nou, dit werkt ook op de goede manier, dit is ook prima. Ja, blij ja, wij... te horen dat jij ook uh, opgeven moet opgeven om op die loopband van je. We weten inmiddels hoe dat eruit ziet ja, als jij uh, je zo. Maar voelt. je weet die loopband die geeft een beetje een onderschatting die is een beetje, een is een beetje uh, verkeerd gecalibreerd. Ja toch? volgens jou wel, maar ja. Ja. nou uh, je eigen waardes een beetje uh, goed nee, te ja. praten hier, nee hè, nee, 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 nee ja. maar goed. <laughs> Hey, um... Nee, maar het gaat dus met lopen kan dit ja. ook alleen, bij lopen heb je wel zo, um, omdat de stride natuurlijk anders werkt dan een vermogenmeter op de fiets, um, de, de korte explosieve dingen zijn altijd ook bij lopen wat lager dan op de fiets, op de fiets ja. kun je gewoon meer power leveren, dus um, critical power kan wel op een redelijk goed niveau liggen, alleen anaerobic tank is altijd veel kleiner. Maar ik vertelde al tegen Gerrit van uh, het, het critical power. Je hebt natuurlijk ook het uh, critical uh, velocity model. Critische ja. snelheid ook eigenlijk. Kunnen. En op eenzelfde ja. manier zou je zonder uh, ja. vermogensmeter. Ook, uh, ook. Ja, dezelfde soort app, of het niet wat hetzelfde model, kunnen toepassen bij uh, ja, ja, ja. hardlopen ja. zonder vermogen. Ja. Ja. Ik heb daar ook zeg maar een. Uh, um, met een, uh, een stagiair die bij mij heeft gelopen. Um, uh, een. Uh, critical power en een critical speed model gemaakt. Eigenlijk een, met een protocolletje erbij dat mensen die uh, bij ons een test hebben gedaan in het lab een loopbandtest dat ze als je dat, nou ja, als je hun critical speed willen weten ja. met een uh, tank, dan moeten ze daar dus, uh, een protocol uitvoeren waarbij ze een 400 meter, een 800 meter oh ja. Ja. en ja. een 2 kilometer maximaal moeten lopen. Want dan zegt het iets over je korte ja. afstanden. En ja. daar kun je dus dat ook uit bepalen. Ja. Ja. Nou, Guido, uh, het is uh, Goede Vrijdag als dit uitkomt. Uh, we zitten midden in de taper. Uh, we gaan Paas eieren eten om de eiwitten nog even maximaal aan te vullen. En dan uh, gaan we in. volgende week naar Rotterdam. Uh, vanaf wanneer wordt Intervallen uh, weer interessant? Want we gaan natuurlijk uh, naar Rotterdam optreden, naar die uh, halve triathlon. Uh, wanneer uh, ga ik deze app uh, toepassen? Nou, laten we je eerst even bijkomen van Rotterdam. <laughs> He, een weekje uh, dat je dan even wat freewheelen, en dan het weekje daarna een beetje rustig gaan opstarten. Dus twee weekjes rustig gaan en dan gewoon dit uh, gaan doen. Helder. Ik zou het wel leuk vinden. Volgende week uh, spreken we jou niet. Dan hebben we special guest Merel Wielink in de uitzending. Zij uh, vertelt oh, ja. ons alles over haar onderzoek naar het effect van de menstruatiecyclus op uh, sporten. En andersom, sporten op de cyclus. Maar uh, kunnen wij een date maken voor uh, maandagavond 17 april? Dat we even de debrief uh, van Rotterdam met z'n drieën gaan doen? Oh, spannend. Altijd leuk. <laughs> Altijd leuk, toch? Ja. ja. Dus uh, dat is even een bonus die we in het vooruitzicht kunnen stellen. Ja, dan gaan we nu maar uh, het, uh, even ons uh, voorbereiden op een lekker paasweekend. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen enthousiast zijn geworden of helemaal afgehaakt uh, op dit nerdpraat. Als je nu nog luistert, blijf vooral luisteren tot het einde. Einde van de aflevering nog een slimme tip van een studie die uh, hele snelle resultaten kan opleveren. Maar ik kan me voorstellen dat je reacties hebt, vragen, aanvullingen. Ga dan vooral even naar social media. Dat zijn we de slimme podcast op Instagram en Twitter en op LinkedIn? Dus uh, ga ons volgen, stuur ons een berichtje als je wat te vragen of te zeggen of toe te voegen hebt. En uh, iedere vrijdag zie je daar een post van de nieuwe aflevering. Dan weet je meteen waar het die week weer over gaat in je favoriete app. Of ga naar onze website... www.slimmerpodcast.nl Krijg je een pop-up om je aan te melden... voor onze mailinglijst. Doe dat vooral, want dan weet je... waar Jurgen en ik aan de start verschijnen. En iedereen die start... in een race waar wij ook starten... krijgen een... Uh, Slim Besteren Sportshirt. Behalve... Als je aan de Uilentorenloop meedoet. Want daar gaan zoveel ja, ja. vrienden van de show meedoen. Ik dacht, als ik die gratis weggegeven heb, <laughs> dan ben ik er al mijn shirt niet ja. <laughs> Maar dat is wel een leuke Uilentorenloop. Uh, 3 juni ja. hier in Leersum. Uh, speciale ontvangst voor luisteraars van de Slim Besteren Podcast. Kijk op uilentorenloop.nl. Inschrijvingen gaan hard, Ze zijn op een gegeven moment vol. Dus uh, het zou leuk zijn als jij er ook bij bent bij dat hardloopfeest. Je mag ons ook mailen via post Met al jouw vragen, aanvullingen en opmerkingen. En uh, ik zie je graag uh, volgende week, denk ik, in Rotterdam. Als je hem gaat lopen, doen we even meet and greet. Net zoals bij de CPC. Uh, iets van drie kwartier voor de start, Suite, Schouwburgplein, ik stuur wel even een berichtje via de Stavagroep groep Kun je ook parkeren, heb ik begrepen. Ja, je ja. kan dus heel goed parkeren. <laughs> Dat is een hele goeie. Ja, ja. Dus uh, nou, we gaan het meemaken. Guido, dankjewel voor goed deze weekend. mooie bijdrage. Uh, uh, ja. Het niet goed van weekend. de Paas, Ja, ja. Lekkere eitjes eten. Okay. Ja, precies. En uh, dan zeg ik Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. 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 Iedere week delen we aan het eind van de aflevering nog een extra tip om slimmer te presteren op je werk. Uiteraard gebaseerd op de wetenschap, inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer... Jurgen, welke studie heb je deze week gevonden? Ja, deze, deze studie dat die gaat over mensen die na het sporten ja? niet meteen gewoon uh, naar huis gaan of uh, koud gaan douchen, maar juist de sauna instappen voor oh. een kwartiertje. Hoe, hoe doe je dat op je werk? <laughs> heb jij geen, niet op je werk dan nog een sauna? Nee, op mijn werk staat geen oh, sauna, okay. maar vertel, wat heeft nou, de wetenschap ja, gevonden? De wetenschap heeft gevonden dat uh, bij een uh, groep mensen van middelbare leeftijd. Die een beweegprogramma volgde van acht weken lang. Ja. En waarbij ze de ene groep die uh, gingen sporten en daarna stopten ze eigenlijk, gingen weer aankleden. De andere groep die ging hop de sauna in, ja. nog een kwartiertje. Ja. En dan vonden ze eigenlijk dat dat uh, het effect van training uh, versterkte. Dus oh. het leidde tot een betere uh, maximale zuurstofopname en een extra afname in bloeddruk en van het cholesterol. Hm, interessant. Ik moet toch eens even kijken hoe we dit kunnen gaan organiseren. Ja. Ik zie een investeringsplanje aankomen. <laughs> Ik doe mee.